Yo, jongens en meisjes, welkom terug bij deze. Microfoon uitgetrokken, rechtsop. Oké, ik moest hier even iets fixen, maar ik heb mijn licht een beetje te goed gezet. Jullie zien aan deze kant hier, aan deze kant zien jullie alle dingetjes die jullie moeten doen. Jullie moeten abonneren, jullie moeten mijn Instagram gaan volgen en jullie moeten de Discord joinen. Het idee voor vandaag is dus, ik had laatst eventjes geen inspiratie meer voor een video. En toen ging ik naar Google, kwam ik uit op dit Earth and Moon. Ik zocht gewoon letterlijk op weirdest video ever en toen kwam ik op Earth and Moon uit. Yes. En we gaan er nu samen op reageren. Ik zie dit al. Ik neem aan aarde en de maan. Ik neem aan dat dit de maan is. Als ik dit bolletje zo kan zien. Laten we even een full screen zetten dan. Het geluid wat harder. Wat zijn deze beesten in de achtergrond ook gewoon, by the way? What the frick? Oké, ik denk dat dit dan aarde is. Waarom bewegen die dingetjes zo? Oké. Dit doet mij heel. Oh, Jesus. Dit doet mij trouwens heel hard denken aan die I am the grote grap. I am the glob glow gab galab. The swabble double wabble gabble flibber blab blab. Wow, oh, wat gebeurt er? Oké. Wat doen die handen hier? Wat is dit? Ik weet ook niet wat het is. Wat doen die handen hier? Wat doen die handen? Wat doen die handen daar? Wat doen die handen hier? Ik zie hier hoeveel? 1, 2, 3, 4, 5. Denk ik dit ook 1, 6, 7, 8. 9? 9 handen? Wat is dit? Waar ben ik naar aan het kijken? Oh, dat is om een baby te voeden of wat? Het is een nieuwe baby. Oh, jee. Oh, wat is dit? Oké, misschien is het 18 plus. Hold up, hold up. Trouwens, wat zijn deze dingen in de background? En waarom is er trouwens ook een schilderij van een spin aan het plafond? Het is een aquarium of zo op de achtergrond. Wat is deze video? Oké, ik weet dus niet of ik hier nu iets voor ga zetten of niet, want ik vertrouw dit toch niet hoor. Oh nee, een spin. Een spin, ah, ik heb. Oké, what the fuck? What the fuck was dat? Wat was dat? Oh. En dan zit hij ineens terug in die rivier waar we juist begonnen waren. Wie is dit? Is dit die baby dan of zo? Nee, hè? Hè? De video is bijna gedaan. Wat moet er nog gebeuren dan? Oh, daar zijn die twee terug bezig. Wat zijn al deze dingen ook, by the way? Oh, yo. Oh, hier kun je tenminste goed zien wat voor beest het is. Of ja, jullie zien het misschien door de facecam, maar jullie zien, ja. Jullie hebben gewoon pech. Ah, kijk, dit is het beest. Dit doet mij zo'n beetje. Dit is precies zo'n kruising van een. Hoe heet dat ook alweer? Precies zo'n giraf hier of zo, de nek hier. En dan dit is een of andere dinosaurus. En dan een struisvogel. Oké. Oh, wow, ineens gigantische baby en een kont. Oh. Wat gebeurde daar? Wat is dat?
Oh, oké, okay. Wat is dit? Oh, dat was het. No, we zetten dat weg. We knikken het nu weg. Oh my god, wat heb ik zojuist gekeken, man. 47 miljoen weergaven, hè. Wat zijn de comments? Just remember that someone spent hours of their life to make this. This. Time travelers moves a chair the entire timeline. De comments onder deze video zijn wel geweldig. This is literally sex in a nutshell. Oh. Did I just say the S word? Oh my god, guys, that's so bad. Does God stay up in heaven in fear of what he has created? Teacher, how was the human race created according to science? Me. Just like this, man. Just like this. Ik zag hier, wat? Ik zie hier trouwens ook Swifty meme. Hey jongens, als jullie van deze video genoten hebben, laat dan zeker weten een like achter. Ik weet ook niet waar dat nu precies over ging, of wat de inhoud is van deze video, maar hey, deel deze video met al je vrienden, want zij moeten dus ook dit filmpje zeker weten kijken. Join de Discord, jongens. Het is aan deze kant, hier, daar. Join de Discord. En volg de Instagram en abonneer. Like en abonneer en tot de volgende keer. Wow, bang.